De gemeente Geldermalsen doet aangifte van het lekken van vertrouwelijke informatie. Het college van BMW heeft dit in drie gevallen geconstateerd. In december 2015 werd er een voorstel door het college gelanceerd voor het plaatsen van een AZC in die gemeente. Voordat dit daadwerkelijk bekrachtigd kon worden tijdens een gemeenteraadsvergadering liep dit uit de hand, doordat tegenstanders de vergadering op een grove manier verstoorden. Besluitvorming kon op deze manier niet plaatsvinden. Een aantal malen werd de pers van tevoren ingelicht over procesvorming. Zo werd voor de bewuste vergadering in december door de VVD-fractievoorzitter een mail verstuurd waarin vermeld. Stond dat de komst van het AZC al een feit was. Een ander feit dat werd geconstateerd door BMW na de ingrijpende gebeurtenissen van december was een besloten bijeenkomst in Hotel in Viane, waar een verslaggever van de site Jong Beetwe bij aanwezig was. De vergadering was bedoeld om de gebeurtenissen met elkaar te bespreken. De komst van het AZC in Geldermalsen is nu voorlopig van de baan.